Kerkstraat werken we samen met ondernemersgebieden, gemeenten, dienstwerk en inkomen en het werkgeverservicepunt aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid door het aanbieden van werkervaringsplaatsen. En hier is de eerste stagestraat van Utrecht opgericht, mede dankzij Wijkbureau Overvecht. Jongeren zijn onze toekomst en daarom is het belangrijk dat jongeren werkervaring opdoen. Stagestraat is heel belangrijk voor Utrecht en ook voor Overvecht, omdat het mooie is dat een aantal ogen door deze stage een contract hebben gekregen bij deze werkgever. Dus dit betekent meer kansen en werkgelegenheid voor jongeren. De meerwaarde is dat kandidaten die er op papier eigenlijk niet doorheen zouden komen, nu middels 6 maanden stage zichzelf wel in het voetlicht kunnen stellen. Door het te doen is er heel veel mogelijk. Alleen er is één ding heel belangrijk en dat is het willen. Als je wil, dan is het echt heel veel mogelijk. Iedereen verdient een kans en ja, om terug te keren in de maatschappij en een werkervaring op te doen. Eerst had ik er mijn twijfels over, maar toen dacht ik van het kan geen kwaad om het te doen. Dus ben ik het toch gaan doen en ik heb er een leuke stage aan overgehouden tot Bart Smit. Dat het heel leuk is om te werken, tenminste dat hoop ik ze dan mee te geven. Maar ook omdat ik het nu goed kon gebruiken. Ik vind het nog wel een beetje lastig. Maar ik heb een goede leerschool hier gehad. Dus ik ben heel erg tevreden over het eindresultaat. De stagestraat heeft ons een hele goede kandidaat gebracht. Een hele fijne medewerker. Die met succes een stage afgerond heeft bij ons. En die we ook echt een contract hebben kunnen aanbieden. Dus daar zijn we heel blij mee. Ik heb ook een opleiding via Bristol gekregen als filiaalmanager. Dus ik denk dat dat wel een hele grote verandering is in mijn leven.